Thank you.
kom er aan. Thank you.
Hier veel applaus, Gerry. Bloemen, bloemblaadjes, mensen die aangegrepen zijn. Ja, dat klopt, Jeroen. Terwijl achter mij de rouwstoet langzaamaan het kazerneterrein binnenrijdt en daar gegroet wordt door de commandant en het hoofd van het identificatieteam, gaat het applaus hier maar door. Een warm applaus van de vele mensen die hier de afgelopen uren naartoe gekomen zijn. Een applaus waarmee het medeleven betuigd wordt, maar als je naar de gezichten kijkt, dan zie je toch ook de verbijstering en het ongeloof. Eigenlijk net zo als een week geleden op die donderdagavond en die vrijdag toen duidelijk werd hoe groot de tragedie was. Misschien zelfs nog wel meer, omdat ja, nu wordt het afgerond. Nu is het pas echt helemaal waar. Nu de slachtoffers naar huis komen. Zoals ik zeg, er zijn heel veel mensen. Op sommige plekken staat het wel 7 rijen dik. Ik sta hier precies tegenover zo'n plek waar echt heel veel mensen achter elkaar staan. Soms zelfs boven elkaar. En ik zal eens even aan de mensen vragen wat hen beweegt om hier naartoe te komen. Meneer, mag ik u vragen? De wagens rijden nu binnen. Wat is uw reactie? Wat is uw gevoel? Ja, een brok in je keel. Gewoon een brok in je keel. En ik ben de hele week er al mee bezig. En daarom heb ik besloten om gewoon even de fiets te pakken en hier naartoe te gaan. U wil het gewoon echt zelf zien.
Ja, ja. Dat is de enige reden dat ik hier ben. En u mevrouw, u klapt nog steeds, hè? Ja, ik vind het zo verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik vind het echt onverstaanbaar, echt maar. Echt heel erg. Ja. U heeft het ook de hele week gevolgd? De hele week gevolgd, ja. Ik vind het echt wat er gebeurd is. Dat kan je niet maken. Dit is echt zo erg. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik kan het niet anders zeggen. Nee. Sorry. U blijft applaudisseren. Ja, ik ga gewoon door, ja. Dus, ja. En mevrouw, mag ik u ook vragen, waarom bent u hier naartoe gekomen en kijkt u niet voor tv bijvoorbeeld? Nee, dit is echt voor het eerbetoon aan alle slachtoffers. Het komt er goed aan, moet ik zeggen. Het is heel, heel indrukwekkend. Dit verdienen ze, ja. Geen woorden voor eigenlijk. Dank u wel, mevrouw. Ja. Ja, en Jeroen, zoals deze mensen hier, zo denk ik dat ook alle andere honderden mensen hier daarover voelen op dit moment, nu de rouwstoet. Heel, heel indrukwekkend. Dit verdienen ze, ja.